Ja, waar ik als eerste benieuwd naar ben is, wanneer werd je bewust van het verhaal van de krijger Salah, of de generaal Salah Eddine? Het begon bij mijn neef in Marokko, die ging voor mij lezen. Ik was nog een jong mannetje. En toen kwam het verhaal van Salah Eddine en zodoende. En toen had ik het gevoel van, dit staat me wel aan. Ja, want wat even heel kort schetsen. Ik was heel jong. Ik was ongeveer 14 jaar. En hij las toen een Arabisch boek voor me. En dat ging toen over Salah Eddine Eyyubi, dus de echte krijger. En in die tijd was ik ook begonnen met rappen. En toen zocht ik toch, de meeste rappers hebben een naam. Of een artiestennaam. Wat is jouw echte naam? Mijn echte naam, dat zeg ik liever niet voor de camera. Okay. Maar het is geen Salah Eddine in ieder geval. Maar ik had mijn naam daar vandaan, dus van het verhaal. En omdat ik ook zag hoe, of tenminste hoorde hoe Salah Eddine zeg maar te werk ging in de oorlog. En hij was een strateeg, hij was een generaal, hij was een poëet. Hij was iemand die vocht voor hetgene waar hij rechtvaardig vond. En dat doe ik ook op mijn manier. Ik strijd met woorden, ik ben een poëet. Ik ben een generaal, ik ben een strateeg. Ik ben iemand die veel verder kijkt. En omdat ik ook van Arabische afkomst ben, zat ik niet te denken aan een ISS of een MC, bladibladibla. Dus het werd echt voor mij een bewuste keuze om een Arabische naam aan te nemen. En zodoende. Zeg maar, wat sprak jou, heb je één voorbeeld zeg maar, van Salah Eddine? Want hij, zeg maar, hij heeft Jeruzalem. Ja, ik vond het heel erg mooi hoe hij Salah Eddine op 16-jarige leeftijd al generaal was. En al een hele leger leidde. Dat zie je in deze tijd bijna niet meer. Dat je op 16-jarige leeftijd eigenlijk een keuze moet maken van wat je wilt gaan worden later. Terwijl eigenlijk 16 jaar stond hij al voor een keuze die hij misschien niet gemaakt heeft, maar wel moest uitvoeren. Wat ik heel erg goed vind van Salah Eddine is dat hij ook rechtvaardig is tegenover andere religies. Hij was niet tegen het christendom. Hij was niet tegen het jodendom. Hij was voor iedereen, met z'n allen. En omdat hij Jeruzalem heeft veroverd, mijn visie daarop is van de hip-hop scene of de scene in muziek is voor mij Jeruzalem en die kom ik veroveren. Ah, het was, ik bedoel, ligt eraan hoe je het noemt, zeg maar. Ik bedoel, in jou was het misschien heroveren, want jouw Jeruzalem was eerst van. Was eerst van de christenen, inderdaad. Nee, eerst van de moslims en daarna van de christenen. En dan weer, dus dat is. En nu is het voor iedereen. Het is ook een plek voor iedereen. Het is niet van de moslims, het is niet van de christenen, het is niet van de joden. Het is voor een plek voor iedereen. Oké, dus toen dacht je van, het eerst heet je nog Lord. Ja. Zal hij maar Lord. Ja. Dat hebben we eraf gehaald, want in die tijd rapte ik nog in het Engels. Dus, ja. Ging het goed of niet Engels? Het ging heel goed. Het ging heel goed. Alleen. Ik ben niet Engels, ik ben niet Amerikaans, ik ben niet de persoon die het Engelse leeft. Ik heb er niet veel mee te maken. En wat je dan heel snel merkt is dat je een taal spreekt of een taal rapt waar je eigenlijk, je bent er wel goed in, maar je loopt wel achter vergeleken met de mensen die het leven. Noem eens een voorbeeld van een tekst die je schreef bijvoorbeeld, waar je zegt van dat was voor mij duidelijk van, dit is toch niet helemaal. Nou, ik merkte het niet zozeer aan de teksten, maar meer aan het feit dat ik als Arabier zijnde misschien niet zo geaccepteerd zou worden in de Amerikaanse hip-hop. En andersom ook niet. Dat als Arabische rap, of als Arabische persoon in het Engels zou rappen, zou het weer niet overkomen bij de Arabieren. Ja. Dus vandaar dat ik ook de keuze had gemaakt nadat ik eigenlijk ben geïnspireerd door de Franse rappers, door te zien hoe hun het deden. En gezien dat het daar ook werkte door gewoon in mijn eigen taal te rappen, heb ik de keuze genomen om in het Arabisch over te gaan.